van de provincie moeten er hier 5 windturbines komen, vlakbij Nieuw-Beierland. De Partij van de Arbeid heeft eraan bijgedragen dat we nu gaan onderzoeken of er geen betere locatie is te vinden. Maar we denken ook vooruit. Op initiatief van de Partij van de Arbeid is nu besloten dat als die windturbines er toch zouden komen, dat we dan veel strengere geluidsnormen hanteren en dat we schade vooraf compenseren. Dat is de Partij van de Arbeid, sociaal en lokaal. Ga stemmen op woensdag 19 maart.